Het gewoon proberen. Lekkere kopstart weer voor de man die elke keer als eerste weg is en dan vervolgens een gaatje laat vallen. Even kijken, Danny op plek nummer 1. Hij kan niet spinnen door in de eerste bocht en dan een fietsje te breed. En dan gaat hij om zitten kijken en dan laat hij zijn trappetje stil. En dan ziet Bart zijn kans schoon en dan pakt hij gewoon weer op de tweede, tweede stuk. Rijdt er weer voorbij, Bart Dorenstein op 1 geworden. Danny op 2 en Johan op 3. Goed zo, Johan. Johan, door maar te kijken. Hey, Hugo, hoe doe je bij? De regelmatige rijdt en ook de man vooraan rijdt niet al te snel en een beetje bang lijkt het voor de eerste bocht. Misschien ook wel niet, dan is hij gewoon eventjes de trappetje nog niet helemaal gevonden op de eerste twee trainers, maar de eerste twee trappen. Bart Dorenstein pakt gewoon zijn vierde 1 vandaag en die wil toch wel heel duidelijk zijn naam gezet onder het kampioenschap van dit jaar. Kijk nog eventjes omhoog, ja, heel goed, Danny zit er dichtbij en ook Johan op plek nummer 3 doet het gewoon hartstikke goed natuurlijk. Hij gaat fout op plek nummer 2 door de 383. Is hem trappetjes kwijt. Dat is Pim Buizen. Het al 2 keer 2. En is dan nu ineens 4. Dan ligt hij weer op 3. En dan moet hij gas geven om te kijken of hij nog naar 2 kan rijden. En dat was op plek die Delano is in de eerste ring over had. En die doet hij zo mee. Voor hij is goed hoor. Moet hij af en toe gesteld vandaag. De 3 makkelijke eentjes op zijn naam. Kijkt even om. Gaat dan weer gas geven. Want hij weet gewoon, ik ga deze pakken. Ik ga geen fouten maken. Ik word gewoon 4 keer even daar. Kijk even naar mama. Gaan zwaaien. Kijk naar het filmpje. Yeah. Oké, okay. Maar dan ben ik toch wel gemist geweest. Dan moet hij gas geven. De laan komt eraan. En dan mag je maar de schuld geven als hij voorbij gereden wordt zometeen. 3,69, Guus 3 keer 1, moet nu eventjes toch aan de pak, want er wordt een aanvalletje ingezet door de Lano. En ook erachter is nog niet afgelopen, 3,83, hij keek nog eventjes, Pim, binnendoor, buitenom had net de ruimte, die 3,57, Stam, hij pakt de 4e plek en dan hebben we op 5 nog Bram. 313 dan redt 3 boys achter de girls van 9. Deze 1, 2, 3 hebben we hier gezien, dat is namelijk Joost op 1, Luca op 2 en Bjorn op 3 en zo staan ze volgens mij ook in het kampioenschap. En zoals het tot nu toe nog elke manje zelfs het niet te foten. En dan hebben we natuurlijk Esmee op 4, dat was ook al eerder 13-12. Ruben, denk ik al eerder op 5, 3-71. Corné en Christian op 5-6. Dat is een bekende stand in deze groep. 6 van 7 man aan de start. En een hele mooie rit met de winnaar en absoluut de beste vandaag, Joost Schalk. 8 man aan de start in rit 4. Dit zijn de jongens van 8, 9 en de meisjes van 10. En dan is het toch die dame die er iedere keer wel verrassend snel weg is hoor. Dat is Anne-Wil van Dam. Ze had straks even een aanvalletje te verduren. En ook nu is er nog genoeg, even kijken, te gebeuren. Ronnie van Delen, hij was de man die de aanval inzette. 3.20 en zit er goed bij hier. Mike Meuven op 3. En zo is het deze klas nog helemaal niet duidelijk wie het eind van het jaar gaat. Oh, terwijl we nog een valpartijtje hebben. Een slippertijtje op de... Hij staat gelukkig alweer. Een beetje in het achterveld, de man 5 of 6. We gaan zo meteen even kijken wie was. Vooraan gaat gewoon goed. 3.42 van de wiel. Het 4-1 lijkt het. Of is er wel straks nog een keer ingehaald? Ik weet het niet meer. Ronnie inderdaad, ze zat er heel dichtbij op plek nummer 2 weer. 320 Mike na zijn eerste valpartij gekomen. Goed gereden, 367 Sanne. Hele mooie vierde plek, 326 Milan. Daar zit er goed bij. 385 ook Stijn op 6. En dan gaan we even kijken wie de valpartij was. Dat was nummertje 348. Naam Koning, hij staat weer en hij fietst. Yep, baan is vrij. Oh, missen iemand? 13 wie?